Geld, daar ging het even over nu. Geld. Hoe zit dat met die Henderson? Waar is dat geld vandaan? Hoe kan dat? Ja, ze hebben hem wel, hè? Ze hebben genoeg geld. Ze hebben wel een garantstelling voor 50 miljoen euro voor de rekening courant. Hè. Dan kun je gas, water en licht betalen en wat salarissen en dergelijke. Dat hadden ze nodig, omdat dat hebben ze niet liggen. Ja. Maar ze krijgen natuurlijk heel veel geld uit die transfers. Alleen die transfers worden over 4-5 jaar betaald. Dus iedere keer komt er wel iets binnen. Nou, en nu Henderson moeten ze rond de... Ja, in Nederland zeggen ze 5 miljoen, in Engeland roepen ze 8 miljoen betalen. Salaris. Nee, hij krijgt 4,5 miljoen salaris, 1,5 miljoen tekengeld. Okay. Dus per jaar. Nou, hij zit er 2,5 jaar, nou, dat is makkelijk uitrekenen. Moet hij net als de koning belasting betalen? Wel voor zijn auto. De koning gaat nu wegenbelasting betalen. Ja. Oh ja? En hondenbelasting ook? Of daar moet hij mee beginnen. Hè? Hondenbelasting ook. En dan gaan we even kijken hoe hij het vindt. Ja. Ja. Maar even, hij gaat hoeveel belasting? Want dat belastingverhaal is steeds ook een reden voor hem om De belasting. Als je naar Engeland gaat, dan moet je veel meer belasting afdragen voor het geld wat je verdiend hebt. In Nederland zijn ze daar veel makkelijker in. Ja, hij kan in Nederland ook in de spelersfonds. In het spelersfonds kan die. En het is een veel lager, volgens mij iets van 30% belasting. 30%, ja. En wij betalen allemaal 50 en die buitenlandse werknemers. Oh ja, maar als hij in één keer 8 miljoen in de spelersfonds doet, dan heeft hij zijn pensioen geregeld, René. Ja, maar we hoeven toch geen medelijden mee te hebben. Ik moet heel eerlijk zeggen, nu bekijk ik het vanaf zijn kant, hè. Ik begrijp heel veel transfers. Klaassen terug naar Ajax begrijp ik. Heeft wat met Ajax. Blind terug naar Ajax begrijp ik. Komt uit zijn stad. Tadić naar Ajax snap ik. Southampton. Ik snap hier helemaal niks van. Nee, ik snap er ook geen ruk van. Ik snap er helemaal niks van waarom die gozer voor Ajax kiest. Die gaat spelen bij Almere City, RKC, NEC. Ja, die weet niet wat hij ziet. Ik snap er werkelijk helemaal niks van. De enige reden die ik zou kunnen geven is dat hij zelf denkt dat het beste eraf is. Ja, maar daarom komt hij natuurlijk ook naar Nederland. Want anders kom je toch niet naar Nederland? Dat zien we dan nu binnen nu een maand. Ja, maar dat, ik denk maar dat René, het vind je niet is. Dat het een vlag op een modderschip is? Want een goede speler die heel duur is, die maakt dit elftal geen beter elftal, hoor. Nee. Want het is niet een speler als Tadić die de regisseur is. Bij Liverpool had hij allemaal goede spelers om zich heen. En er was hij de waterdrager. Bij PSV zou hij goed passen. Ja, en hij moet de waterdrager zijn. Zou hij nou gedacht hebben toen hij daar instapte, joh, als ik nou dadelijk... Nou, dan wordt het Ajax. Ja, ik weet het natuurlijk niet. Maar hij staat daar ook gewoon achtste. Maar hij moet toch een reden hebben waarom hij voor Ajax Waarom voor Ajax? Ja, de exacte reden weet ik niet, maar... De grote clubs willen hem natuurlijk ook niet hebben. Nee, okay. Want de man is 33, die verdient een godsvermogen nu. Gaat hij ook weer verdienen bij Ajax. Dus, en maar aanvoerder ik denk gelijk dat iedereen ook, band om, in plaats van... Ah, dat mag ik wel hopen. Maar ja, ik vind het een zinloze investering. Want je zit met een dramatisch elftal. Ze hebben niet één goede middenvelder, niet één goede verdediger. Ze hebben 3 aardige aanvallers lopen. En dan loopt hij ertussen. Maar daar wordt Ajax niet beter van. Nee, natuurlijk niet. Hij heeft alleen betere maar duurder, spelers nodig. De huishouding. Ja, hij heeft betere spelers nodig. En... Goede spelers kan hij beter maken. Ja. Maar hij kan slechte spelers, van dit kan hij niks mee. Van dit middelmatige team, nee, dat denk ik ook. En de man is 33, dus die is over 2 jaar uitgepeerd. Want die heeft die Engelse competitie. Nou, dat zijn 5 bekertoernooien, competitie, Europa Cup. 15 jaar daar gevoetbald. Die hebben gewoon in hun goede tijd met Salah... Die speelden gewoon bijna 4 jaar met hetzelfde elftal. Ja. Dat was niet normaal. Nee. En jij zegt, het is een hele domme actie, als ik het zo hoor. Ja. Heel ik dom heb ook geschreven, alle seinen staan op rood... en Ajax loopt gewoon door en gooit 25 miljoen over de balk. Maar is het ook niet gek om, voordat er een technisch directeur is... en voordat er een nieuwe trainer is, om zo'n aankoop te doen? Ja, nou, ik zag net... Er komt dadelijk een technische staf die denkt, wat moeten we met die veteranen? Ja. Nou, ik zag net een fotootje en daar zag ik Jan van Hals weer staan. Oh, kijk, daar is hij. Die hebben het goed gekeurd waarschijnlijk. Ja, die hebben het goed gekeurd, dus weer de zoveelste miskoop waarschijnlijk. Maar dat hij Jan van Hals er op de foto durft. Nee, maar dat wilde die Henderson graag. Ik was al jarenlang fan van Jan van Hals. Dat was voor Facebook. Die wilde graag met Jan op de foto. Ja, en die links, zoals Kelvin Lang, die is de nieuwe technisch directeur nu, tijdelijk. Ja, waar komt die vandaan? Ja, Manchester City, die heeft alleen maar jeugdspelers getransfereerd. Ja, en die gaat hier even 20, 25 miljoen uitgeven. Ja,